Welkom, vandaag gaan we het hebben over de verdamper met de hand basis afstellen. Natuurlijk stel je een verdamper het beste af met een CO-meter. Nu laat ik zien hoe je het beste met het gevoel en het gehoor doet. Om dit te doen moet de motor eerst warm zijn. Draai de hoofdregelschroef er helemaal uit en draai hem dan een kwart erin. Laat iemand in de auto gaan zitten die de auto op 3000 toeren houdt. Je draait dan de hoofdregelschroef zo ver naar binnen tot de motor minder gaat lopen. Dan draai je hem weer naar buiten tot de motor beter gaat lopen. En na geef je hem ongeveer nog een halve slag. Ga een stukje rijden. Heb je het idee dat je nog steeds een beetje inhoudt, dan kan je het schroefje ongeveer nog een kwart slag uitdraaien. Het mag ook een halve slag zijn. Rijdt hij dan wel goed, dan is hij goed afgesteld. We gaan nu de stationaire regelschroef afstellen. Laat de motor stationair lopen. Schroef de stationaire regelschroef zo ver in dat hij minder gaat lopen. Draai de schroef weer uit tot hij weer net lekker gaat lopen en geef hem dan nog een kwart slagje extra. Stel je verdamper nooit te zuinig af. Hierdoor kun je je kleppen verbranden. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Doei!